Hey allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Zoals jullie zien is het een andere setting dan normaal. Ik lig namelijk gewoon op bed. En Lara is er niet bij, want ik ben thuis. En ik had jullie wat te vertellen. En ik dacht, ik ga niet helemaal mijn statief pakken, helemaal klaarzetten. Want daar had ik echt geen zin in, omdat het toch maar even iets is wat ik jullie gewoon moet vertellen. Aankomende zaterdag, vrijdag, zaterdag en zondag, dus 14, 15 en 16 september, is Horse Event. En wij zijn ook aanwezig. Wij zijn zaterdag 15 september zijn we aanwezig in de hal. Zijn we aanwezig op Horse Event. En je kunt ons vinden gewoon waar we bijvoorbeeld rondlopen in de hal, kijken bij shows. En ja, wij hebben geen eigen show, want er zijn maar een aantal YouTubers die een eigen show hebben. Zoals Carlijn en Fenna en nog een paar andere, ik weet niet precies wie. Maar we zullen ook zeker bij de Patuba stand zijn af en toe. En, maar vooral het meeste gewoon rondlopen in de hal. En als je ons ziet, dan zeg even hallo, want dat vind ik altijd super leuk als ik met jullie kan praten. En ja, kan zien wie er allemaal naar onze video's kijkt. En dat vind ik altijd super leuk. Dus zeker als je ons ziet, zeg even hallo. En ja, dit was het eigenlijk alweer. Het is weer een hele korte video. Ik weet het. Maar ja, dat wou ik jullie gewoon heel graag zeggen. Want ik hoop zoveel mogelijk van jullie te ontmoeten. Want ik vind dat altijd gewoon super leuk om jullie allemaal te zien. En ik hoop dat jullie het ook leuk vinden dat wij aanwezig zijn. We zijn aanwezig met Lena. En ja, we gaan die dag natuurlijk ook zeker vloggen. En we willen graag nog een andere video opnemen. Iets met interviews. Als dat nog steeds het idee is wat we gaan doen. Maar zoiets willen we gaan doen. Dus ja, ik hoop jullie daar te zien. En laat zeker even weten of jullie erbij zijn. Of als jullie er een andere dag zijn. En ja, vergeet natuurlijk niet nog een blauw duimpje omhoog te doen en te abonneren hier beneden. En daarbij ook nog, oh, onscherp. En daarbij ook nog op het belletje te klikken om op de hoogte te blijven van ons YouTube kanaal. En in de reacties te zetten of jullie komen. En nog meer leuke video ideeën. Doei!